Wie gaat hem volgend jaar pakken? Heb je er twee meegenomen? Nee, ik heb er eentje bij me. Dat is jammer. Dat is jammer. Want je hebt ze heel veel vertrouwen in jezelf gekregen natuurlijk. Tot volgend jaar. Uitstekend. Jammer jongens. Hans, je bent hardleers. Je hebt het vorig jaar helemaal verkeerd gedaan. Ik heb het een beetje doorgekeken. Dat is niet goed. En wat hoor ik net? Je hebt als enige van alle voorspellers Ajax eerste laten eindigen. Hoe dan? Hugo, van harte gefeliciteerd. Je hebt de prijs gewonnen, de VI Prominente Prijs. Je bent het beste in voorspellen. Ja. Ben je verbaasd? Ja, want ik vind het feit dat wij altijd gebeld worden zo rond eind juli, is natuurlijk een godspe. Ik hou een pleidooi ervoor om dit op 1 september te doen. Ik snap het wel. Dan kan de seizoengids niet uitkomen. Dus we moeten dan roeien met de riemen. Sommige voltreffers die zijn puur gelukkig. En daar had ik er 2 van. Maar Sparta, jouw clubje. Dat was een bewustzijn. Dat was een bewustzijn. Ja, en daar baalde ik van. Ik had ze eigenlijk 6e willen laten worden. En dat heb ik op het laatste moment van 6 naar 7 gedaan. Omdat ik vond het iets te gortig. Ik had er onwijs veel vertrouwen in met Stijn. Dat heeft mij ook heel veel punten opgeleverd. Want volgens mij is er van alle voorspellers niemand geweest die Sparta 7e heeft laten eindigen. Dus daar heb ik veel punten aan te danken. En dan komen we bij Feyenoord, de kampioen. Jij hebt ze weer als kampioen neergezet. Ja, dat is een moeiteloze prolongatie. En dan ga je weer 60 jaar terug in de tijd. Toen lukte dat. 61, 62, achter elkaar kampioen. Ja, ik had dit niet kunnen voorspellen een paar jaar geleden. Wat er is gebeurd in de Kuip, dat is toch maar zomaar gebeurd. Hè? Maar ik krijg echt gevoelens van, het lijkt wel rond 1968, 69, 70. Ja. En het is misschien heel opportunistisch, maar hoe ver kan dat in de Champions League gaan komen? Die malle, kale Arne Slot. Nou zeg ik malle, dan doe ik hem tekort. Ik vind het een... Ik heb hem natuurlijk zien voetballen bij Sparta. En daar was hij toch een beetje een outcast. Beetje slome duikelaar. Maar je ziet toch vaak dat een type als Slot, die kun je toch vergelijken met de gymleraar Van Gaal. Mannen als Michos, Hiddink, noem maar op. Mensen die heel goed kunnen uitleggen. Inmiddels heeft hij ook wel de nodige ervaring. Ja, ik ben echt flabbergasted wat hij presteert met deze selectie. Het is van de buitencategorie. En daarom, ja, stilletjes. En ik ben geen Feyenoord, ik ben echt een Spartaan. Maar om mij heen lopen heel veel Feyenoorders rond. Die hebben stilletjes ook wel de hoop. In ieder geval de winterstop overleven. Ja, daar zijn ze er wel positief over. Champions League. Champions League, ja. En daarna, hoe ver gaat dit reiken? Moeten ze wel blijven allemaal. Hè? De Giminesjes moeten niet worden opgepikt aan het eind van augustus. En de Hansko's. Maar kijk, hij is in staat om een team te formeren. Hij is in staat om spelers allemaal beter te maken. Feyenoord, kampioen. Wat ik een zwakte vond vorig jaar was de buitenspelers. Dat was niet van een hoog niveau. Ik denk dat nu beter is geregeld, maar je ziet ook overal dubbel bezet. Ja, het enige is wat zou kunnen is dat er muiterij komt, dat spelers mokken, dat ze meer willen spelen en zo. Maar ik denk dat hij dat ook kan handelen. Dus ja, ik ben ongehoord positief over Feyenoord. En ik kan me niet voorstellen dat er een voorspeller is die dat niet is. Dan gaan we naar de nummer 2 van vorig seizoen. Dat was PSV. Ja. Heb je daar nog verwachtingen van? Ja, vanwege Peter Bos. Leuker voetbal. Maar ja, je moet er meteen bij zeggen. Bij Peter Bos, en dat doet hij zelf ook vaak met een grimlach. Nooit een prijs. Oh, ja, hij heeft trouwens de Lichtstad trofee gewonnen. Ja, gewonnen van Eindhoven. Dat zei hij er zelf wel heel grappig bij. Ik gun hem van harte een hoofdprijs. En daar reken ik zelfs de KNVB-beker mee. Maar ik denk dat ze toch niet opgewassen zijn tegen het kapitaal van Feyenoord. Ja, Slot, fenomeen. Goed ingespeeld elftal. Nee, tegen Feyenoord is geen kruid gewassen. Maar ik denk wel dat PSV ons heel veel meer voetbal en kijkplezier gaat bezorgen dan Ajax bijvoorbeeld.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand Ajax eerste laat worden, maar Hans is eigenwijs. Daarom is hij ook vaak zo grappig en volhardend. Maar als je nu naar Ajax kijkt, een club die volledig op zijn reet ligt, in alle geledingen is er ongemak. En de trainer is nieuw en de technisch directeur is een, ja, toch min of meer rookie, een buitenlander ook. Het gemopper, niet alleen van Sjaak Zwart, je hoort het van alle kanten komen. Er is onrust, het is al een politieke partij. De selectie, we zitten nu zo rond 1 augustus, die is ondermaats. Speelt een kind in het centrum en aan de andere kant staat een iets ervarener kind, Hato, centraal achterin. Natuurlijk, er zal nog wat bijkomen. Ajax heeft zijn zaken heel slecht voor elkaar. En dat komt natuurlijk door een gebrek aan perspectief. Een speler die kan kiezen tussen Feyenoord en Ajax, die kiest voor een club die Champions League speelt. Ajax heeft niet zoveel te bieden. Maar jongens, wat een potje hebben ze er daarvan gemaakt. En ik denk altijd, wat kan het snel gaan? 2019, op een hoogconjunctuur. En nu zo diep gezonken. Ja, dat is ook de reden waarom ik ze heel laag heb neergezet. Vierde, toch? Vierde, ja. Dat is voor Ajax begrippen heel laag, ja. Ja, dat is beschamend. Ja. Ik vrees ook. Op zich heb ik best vertrouwen in de trainer, Stijn, die ken ik goed. Maar ik denk dat hij dat in zijn eentje niet kan rechttrekken. Op dat niveau debuteert hij ook. Als je dan zo'n matige selectie, ik wou waardeloos zeggen, maar goed, laat ik het wat constructiever doen. Als je zo'n matige selectie hebt, dan komt het gewoon niet goed. Dus ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. Ik denk dat de club implodeert of explodeert op alle fronten. Een paleisrevolutie. Maar goed, het is voetbal. Er kan ineens iets anders gebeuren. Maar nogmaals, hoe dan? Op nummer 3 heb je AZ staan? Ja. Nou ja, ook al omdat Ajax implodeert of explodeert. En AZ, dat is ook een schouderklopje uit Rotterdam. Goed geleid, die club al jaren. De Youth League gewonnen. Dus ze kunnen moeiteloos putten uit jeugdspelers. Ja. Ik heb een zwak voor Mijnans. Die voor, vind ik, te weinig is opgehaald. Te snel ook eigenlijk. In Rotterdam, te snel, ja. Dus ja, ik heb een groot zwak voor AZ. En ik verwacht ook voetballend weer een heleboel van ze. Maar ik geloof niet dat ze in staat zijn om Feyenoord ook maar te benaderen wat de punten betreft. Dan ga ik je ook vragen naar je eigen clubje, Sparta. Ja. Je hebt ze weer als zevende gezet. Ja. Ja, ik denk dat Rijsdijk die deed voorheen al best een heleboel hoor, onder Stijn, samen met Bukari ook. Ik heb vertrouwen in Rijsdijk, intelligente man, wekt weinig wrevel. Enige wat Sparta bedreigt is, ik hoorde ze hadden van de week tegen Willem II gespeeld, 0-3 ging heel makkelijk. En ik sprak wat mensen die waren gaan kijken en die zeiden, licht hotel, iets te gemakzuchtig. Oh, ja. En als Sparta dat zich durft te permitteren, is het meteen over. Sparta moet elke wedstrijd vol gas geven. En ja, ik hoop ook niet dat we jongens krijgen die mokken. Hè, als je straks Verschuren of Van Krooi hebt die op 2 september denken, ja, verdomme, ik had ergens anders willen spelen voor meer geld. En die geven niet die 100% die ze vorig jaar elke keer gaven. Ja, kijk, dan kan het fout gaan. Maar als Sparta voortborduurt op vorig jaar, dan worden ze zevende. Maar wie gaan er degraderen, Hugo? Nou, dat zal ik je zeggen. Dat is op de 16e plaats Go Ahead Eagles. Ja, wat zonde. Haken deed het zo goed vorig jaar. Ja. Ik heb hem nog wel eens een applausje gegeven bij Langs de Lijn. Maar die gaan de play-offs in. En dan hoop ik dat ze erin blijven, want Go Ahead is zo'n club waar ik erg gesteld op ben. Ja, op de 17e plaats Excelsior en 18e Volendam. Volendam lijkt mij een puinhoop worden. Zien we je volgend jaar weer? Nee, weet je, aan het begin van mijn sportjournalistieke loopbaan speelde mijn ego nog wel eens op. Dat is behoorlijk minder geworden. Ik hoef niet meer zo nodig. Dus ik gun ook de prolongatie niet aan mezelf. Maar ik hoop waarom dat niet? Er, nou ja, weet je, omdat het leuk is als andere mensen een eclatant succes boeken. Want ja, ik kan hier niet meer over de straat. De bokaal die
ja, die begeerde bokaal, die wil ik hier gewoon niet nog een jaar hebben. Nee, ik gun het. En wie werd de laatste afgelopen jaar, weet je? Wie de laatste? Oh, poeh, dat Gené, volgens mij werd Gené. Ik gun hem aan Wilfred Gené. Nou, dat vind ik sympathiek. Moet je even checken of dat lukt? Ja, ja, klopt. Ja. Eén voltreffertje had hij. Ik wens Wilfred Gené heel veel succes. En ik kan niet wachten tot de camera bij hem langskomt, want de man is verslaafd. En, zou dat allemaal niet een beetje? Ik ben het wel een beetje aan het kwijt aan het raken. Ja? Ik geloof het allemaal wel. Het is prima hoor, televisie. Maar ik heb heel vaak dat mensen zeggen van, we zien je nooit meer op de televisie. Ik zeg, nou ja, ik kom nog wel eens achter het kastje, achter de decoder. Tribune, ja. ESPN. Vind je radio leuker? Ja, radio is wel leuker. Omdat het is ook fijn om het met Schut samen te doen. In de dialoogvorm. Ik ben in de dialoog denk ik ook het best. En het is gewoon zo dat televisie toch wat formeler is. Dan moet je even de mannen van Vandaag in Sight wegdenken, want die zijn volstrekt zichzelf. Maar doorgaans vind ik toch op televisie dat er een soort van formeel zijn heerst, waardoor het wat minder leuk is. En ik ben op radio eigenlijk meer mezelf dan op televisie.